Stop! Kijk deze film alleen als je eerst de opgave hebt geprobeerd te maken. Opgave 55. Een voorwerp met een massa van 1,50 kilogram en een cirkelvormige oppervlakte met een diameter van 15 centimeter, en dat reken je natuurlijk gelijk om naar 0,15 meter, staat op een tafel. Je kunt de druk van het voorwerp op de tafel berekenen met de formule P is F gedeeld door A. De kracht F waarmee het voorwerp drukt is gelijk aan 14,7 newton. Onderdeel A. Bereken de eenheid van druk, of bepaal de eenheid van druk. Nou, zoals bekend, wat je met de grootheden doet, moet je met de eenheden doen. Dus de eenheid van druk is de eenheid van kracht gedeeld door oppervlak, is de eenheid van kracht gedeeld door de eenheid van oppervlak. De eenheid van kracht is newton en de eenheid van oppervlak is vierkante meter. Oftewel, de eenheid van druk is newton per vierkante meter. En dat heeft ook een bijnaam, dat wordt ook Pascal genoemd. B. Bereken de druk. Nou, dat is een kwestie van eerst dat oppervlak berekenen. We weten de diameter van de cirkel. Daar kunnen we de oppervlakte van de cirkel mee berekenen. A is pi r kwadraat. Of als je hem gelijk rechtstreeks met de diameter wil berekenen, kan dat ook. Dan is het gelijk aan een kwart pi d kwadraat. En die a vullen we samen met de al gegeven f in p is f gedeeld door a. Een verouderde niet-SI-eenheid voor druk is de centimeter hg, oftewel de centimeter kwikdruk. Onderdeel c. Reken je antwoord van b om in deze eenheid. Nou, daar hebben we binas voor nodig. En wel tabel 5. In tabel 5. En daarin vinden we dat 1 centimeter hg hetzelfde is als 1.33322 maal 10 tot de macht 3 pascal. Nou, daar kan je natuurlijk de zojuist berekende druk mee omrekenen in centimeter kwik. En tot zover opgave 55.